Hoe worden onze hersenen gevoed? Waarom kunt u zien in het donker? En wat is witte stof precies? Welkom bij het college van Erik Scherder over het brein. Dit is DWDD University. Welkom vanuit het prachtige Podium Mozaïek in Amsterdam. Deze bijzondere locatie is de komende drie kwartier het decor van professor Erik Scherder. Met zijn zo kenmerkende enthousiasme zal hij ons ook in dit college bijpraten over de wondere wereld van ons brein. Mag ik een groot applaus, Erik Scherder! Net zoals vorige week, een volle zaal, vol interesse, hangen straks aan je lippen. Ja, geweldig. Kan je kort uitleggen wat we gaan beleven of zeg je laat mij maar gewoon beginnen? Ja, laat mij maar gewoon beginnen. Ben je fit? Helemaal. Ben je vorm? Ja, ook helemaal. Professor Scherder! Fantastisch. Ik kan niet laten door toch te beginnen met één vraag die me altijd uit het hart gegrepen is. Heeft u er zin in, dames en heren? En heeft u er thuis in, dames en heren? Ik wacht even op uw reactie voordat ik doorga. Ja, ik hoor heel... U doet allemaal mee, wat geweldig. Nou, wat gaan we over hebben? We hebben verleden keer hebben we gesproken over de hersenstam. Over het limbisch systeem, de opbouw van het centraal zenuwstelsel. Helemaal naar de schors toe. We hebben ons een beetje gericht op de voorzijde van het brein. En het was al op zichzelf al heel erg spannend. Het ging natuurlijk over zenuwcellen, over baansystemen, over grijze stof en witte stof. Maar u begrijpt, dat gaat niet zomaar. Die moeten gevoed worden. Er moet voeding naartoe. Glucose en zuurstof. En dat gaat via ons bloed. Dus we gaan praten over de circulatie. En die circulatie, dat bloed en die bloeddoorstroming... ja, dat kan natuurlijk ook wel eens een beetje stollen. Het kan ook bloedstollend zijn in de verkeerde zin van het woord. Daar gaan we ook naar kijken. En weet u wat ook bloedstollend is? Die turnoefening van Epke Sonderland. Nu komt het. Nu komt het. De drie combinaties. Daar is de, ja, de eerste en de tweede en de derde. Jawel, hij heeft het geflikt. Drie vluchtelementen op rij. En hij doet zijn hele oefening hoor. Hij gaat voor 7-9, dan de halve draai. Dan moet nog de kwast komen en dan is alles beslissend. Nu de afsprong, de afsprong. Dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij staat, hij staat. Het is ongekend. Het is echt ongekend, hè. Voelt u ook nog weer die shivering, dames en heren? U moet even reageren, voelt u hem? Je voelt die shivering. Dat limbisch systeem, die emoties, weet wel, waar we het al even over gehad hebben, verleden keer. Ja, dat is echt hoogactief als je dit ziet. Het is briljant. En vergis u niet, hè, als u dit ziet, dat u niet alleen denkt, dat denk ik ook niet dat u dat denkt hoor, maar dit is puur motoriek. Hè. Het is ook cognitie. Het is ook echt aandacht. Het is super aandacht. Het is plannen. Het is al die dingen bij elkaar die Epke daar naar voren brengt. Echt magnifiek mooi. Maar als ik nou naar u toe loop en ik geef u een hand. Dag. Vindt u dat ook briljant? Nee, u moet even reageren. Vindt u dit een briljante actie, die hand geven? Wie, even handen omhoog. Wie vindt het briljant? Oh, hier valt een wereld te winnen. Want niemand. Even aan thuis vragen. Wie vindt het thuis briljant? Handen omhoog graag, ik zie het allemaal. Ook niemand. Nou, dat is dan heel leuk. Want ik zou u zeggen, dit is wel briljant. Dit is zo complex, iemand een hand geven. Zullen we eens kijken even in het brein, wat er voor nodig is... U moet even enthousiast zijn. Vindt u het leuk om in het brein te kijken? Om wat er voor nodig is om die hand te geven. Nou, we hebben het een prachtig in beeld gebracht. En dat gaan we dan hier ook doen. Kijk, hier ziet u al meteen de eerste op... Ik heb namelijk een idee. Ik denk, ik ga het initiatief nemen om iemand een hand te geven. Hup, frontaal, voorzijde van het brein doet mee. Ik zie iemand zitten, want ik ben naar u toe gelopen. Dit is uw visuele schors, waar u mee ziet. Helemaal aan de achterkant. Actief. En hoe gaat het dan verder, dat avontuur? Het is echt een reis door het brein, hè? Dan ziet u hier in die bovenste kant, parietaal, daar gaan we het ook vandaag over hebben, dus dat noem ik. Ja, dit is ruimtelijk. Ik ga naar u toe lopen in de ruimte. Dus moet eens kijken wat er allemaal voor nodig is, voordat ik überhaupt bij die persoon ben. En dan, oh, nog prachtiger, kijk eens hier, kleine hersenen. Kleine hersenen voor de coördinatie. Want ik hoop dat u het vond dat ik gecoördineerd naar u toe liep. Ja, mooi. En dan ben ik dicht bij u en dan loop ik weer naar u toe. Moet u eens kijken, daarboven in die motorische gebieden. Ik ben bij u en ik geef u die hand. Ik vraag opnieuw, wel of niet briljant?
Waanzinnig briljant, want hoe belangrijk is niet een handfunctie? Hoe belangrijk is niet een handfunctie? Staan we er wel voldoende bij stil, hè? De colleges zijn zeker ook bedoeld voor het wonder van ons brein, de verwondering en de dankbaarheid dat het altijd maar goed gaat. Een handfunctie in ons dagelijks leven zou zonder kunnen? Nee, eigenlijk never en nooit. Toch zijn er mensen die bijvoorbeeld zonder arm en hand worden geboren. Hoe lossen die dat op? Die lossen het bijvoorbeeld op met hun voet. En dat is ontzettend interessant om te kijken wat er dan in dat brein gebeurt. Maar laten we kijken naar Sander, die dit probleem oplost, zeg maar, omdat hij geen hand en arm heeft. Dan is zijn voet is een hand geworden. En als u kijkt hoe hij daarmee inderdaad door het dagelijks leven kan, dan vraagt u zich natuurlijk ook af, is er dan ook een verandering in dat brein ontstaan? Het antwoord is ja. Er zijn hele spannende studies naar gedaan dat als je iemand die wel een hand heeft laat kijken naar mensen met de handen, dan zie je in het brein allerlei activiteiten. Maar als u iemand zonder handen, maar die met zijn voet werkt, laat kijken naar anderen met een hand, ziet u dezelfde activiteit. Dus dat brein neemt gewoon die functie over. Die hand wordt een voet. Die voet is gewoon een hand geworden. Over spanning gesproken, over verwondering gesproken. Mee eens? Ja. Mensen thuis mee eens, hè? Ja, geweldig, hè? Fantastisch mooi. Ja, dan zou u afvragen van, nog even terug naar Epke. Als u nou denkt van, we hebben gezien hoe spannend het was in het brein met een hand, hè? Wat ik dus vind supercomplex. Hoe zou het er bij Epke uitgezien hebben tijdens die hele actie? Nou, we hebben natuurlijk niet, hij houdt niks op zijn hoofd, dat heeft u wel gezien. Maar kijk eens, alles zoveel keer meer uiteraard als Epke die waanzinnige termoefening doet. Natuurlijk, maar al die gebieden die ik heb aangewezen, stuk voor stuk, maar dan zoveel keer meer, is magnifiek mooi. En als ik dan Epke aan die rekstok zie, hè? Ik weet niet of u dat gevoel ook heeft. Maar dan denk je bij jezelf, als hij zo, vooral als hij met zijn benen omhoog, shai. Nou, je ziet wel, ik ben geen turner, hè? Maar u kunt zich niet meer voorstellen. Dan denk je, wat zal dat bloed in die man zijn brein gestuwd worden? Mee eens? Hè? Dat voel je, dat bloed stuwt erheen. Laten we eens kijken in die bloedvoorziening van het brein. Gaan we eens naar kijken. Ik doe mijn jasje even uit, want we hebben daar een echt brein voor. Hebben we mogen lenen van collega Blijs uit het UMC in Utrecht. En daar zijn we heel dankbaar voor. Ik leg het jasje eigenlijk even weg. Zo. En dan gaan we dat eens even. Het is natuurlijk ontzettend fijn en ook een heel kostbaar moment om u dat te laten zien. Zo. Het zit normaal gesproken altijd in deze Tupperwares. Ik zeg het u vast. Bent u in, dames en heren, voor dit spannende moment? Ja. Het is heel spannend. Het is altijd weer ook heel bijzonder. Ik moet even de theedoek omheen weghalen. Het ligt in het vocht uiteraard. Het is helemaal... Kijk. Hier ziet u het echte brein. Echt even een moment, denk ik, om met elkaar even bij stil te staan. Dit is het brein met 100 miljard neuronen. Kilometers lange zenuwbanen. Grijze stof en witte stof. En hier doen we het uiteindelijk elke dag mee. En denken we bij onszelf, ach, het is allemaal heel normaal. Wat een wonder. Voelt u met me mee? Prachtig wonder. Ik leg het hier heel voorzichtig neer, want ik wilde u heel graag, wilde ik u juist die bloedvatvoorziening laten zien, die prachtige vaten. Hier ziet u één hersenhelft. Kunt u het goed zien? Uw neus, dit is de voorkant, uw neus zit aan deze kant. En nou is het zo dat die bloedvoorziening kent eigenlijk drie grote vaten. Een middelste grote vat, ik wijs het hier even aan, de rand, dus het rode gebied wat u ziet. Dat middelste grote vat, daar ziet u er meteen al van, dat doet dus een heel groot deel van het brein. Niet alleen motoriek, dat voelt u wel aan, maar ook uw cognitieve functies, uw intellectuele functies, vallen dus in dat verzorgingsgebied van deze grote arterie, van dit grote bloedvat. Dan is er een tweede bloedvat, die doet hier de achterkant. Uw visuele schors, waar u mee ziet, en een deel naar binnen toe. En er is een derde bloedvat en die doet hier de voorkant en weer hier naar boven toe, hier bovenop. En ook een heel groot gedeelte van de binnenkant. Even kijken of ik het zo kan houden. Van de binnenkant van de hersenen.
Prachtig gezicht trouwens. Hè? Hier ziet u nog de hersenbalk die beide hersenhelften met elkaar verbindt. Gaan we even terug hierheen. In dit gebied namelijk, dames en heren, in dat grote middelste vat zit ook een beetje op deze hoogte, geeft een beetje grofweg aan, zit op deze hoogte zit ook uw arm en uw hand. Dus als u zich afvraagt welke gebieden zijn betrokken met die handfunctie waar we het nu al die tijd over hadden, en bij die armfunctie, dan moet u vooral denken hier aan regio's die hier liggen. En het voet- en beengebied ligt dan meer, nog even omdraaien, ligt dan veel meer hier aan de binnenkant. Kom ik straks nog op terug, dat is een belangrijk onderdeel. We hebben nog een hele mooie, ik zet het zo neer. Kijk of het tegen elkaar aan kan blijven staan, heel voorzichtig. Met alle respect, zo. We hebben ook een hele mooie animatie nog van de bloedvaten. Kunnen we even kort kijken van die drie grote vaten. Hier ziet u dat grote middelste gedeelte. U ziet dat is echt een heel groot gedeelte. En hier zet u arm en die handfunctie. Dan dat voorste arterie, die dat bloedvat wat helemaal de voorkant doet. En dat bloedvat wat juist uw visuele schors waar u mee ziet. Dat is helemaal aan de achterkant van het brein. Het kan natuurlijk ook misgaan met die bloedvoorziening. Het kan misgaan en het kan misgaan in de vorm van het feit dat mensen een beroerte kunnen krijgen. 47.000 mensen per jaar krijgen een beroerte. En wat kan er misgaan? We kunnen voor vandaag twee dingen als voorbeeld nemen. Eén, wat er mis kan gaan, is dat een bloedvat knapt. Dat er een bloeding ontstaat in het brein. Uit een zwakke plek in het bloedvat, misschien dan hoge bloeddruk. Hoge bloeddruk drukt op die zwakke plek en uiteindelijk springt dat vat. We hebben daar een hele mooie animatie van. Dat wil ik u graag hier laten zien. Wat u zich daarbij kan voorstellen. Hier ziet u het bloedvatsysteem weer. En kijk, en hier, dit is die zwakke plek. He, dus bijvoorbeeld een door hoge bloeddruk ontstaan. En nu ziet u dat uiteindelijk dat vat springt. En u ziet daar een bloeding ontstaan in die hersenen. En wat u ziet, dat is een belangrijk punt, is dat die bloeding niet alleen zeg maar druk uitoefent en schade op de plek van die bloeding, maar u begrijpt ook, er is natuurlijk op zich geen ruimte voor bloed in het brein. Het zit al, u heeft het net gezien, heel dicht op elkaar. Dus wat je dan ook moet verwachten of kunt verwachten, is dat ook op afstand hersenweefsel zeg maar, kan worden in elkaar kan worden gedrukt. Die bloeding die begint te drukken, dat weefsel hier wordt opgedrukt, maar ook op afstand kan je dus letsel verwachten. En je hoopt natuurlijk, naarmate die bloeding zeg maar, zou kunnen worden geabsorbeerd, kan worden opgeruimd, dat dan die druk hier weer minder wordt, waardoor je ook herstel van functie ziet. Dat hoop je, in ieder geval van harte. Geldt dus niet voor iedereen. Vindt u het helder, als ik het zo uitleg? Dus die bloeding, die plek, maar ook op afstand, kan een behoorlijk effect hebben op het functioneren van die persoon. Een andere mogelijkheid is dat er een bloedprop ontstaat. Bijvoorbeeld vanuit het hart. We hebben daar ook een hele mooie film van, fragment van. Hier ziet u zo'n bloedprop, die is nu nog klein. Grote vaten, kan hier nog wel doorheen. Maar naarmate het vat kleiner wordt, zal die prop uiteindelijk tot een probleem kunnen leiden. Omdat die vast komt te zitten. En als die vast komt te zitten, dan daarachter ontstaat dan een gebied waarin dat infarct plaatsvindt. Een gebied wat gewoon geen voeding meer krijgt. Geen glucose, geen zuurstof en dergelijke. En dan ontstaat er een beeld zoals u dat hier ziet. En u ziet ook in dit geval zit het dus ook heel erg juist weer in dat middelste bloedvat, zeg maar, daar waar het in heel veel gevallen plaatsvindt. Daar wil ik eigenlijk even op terugkomen. Omdat als u kijkt naar die middelste arterie, dan kan je dus het bloedvat, dan kun je dus zeggen dat als daar schade ontstaat, is er dus een enorme kans dat hand en arm is aangedaan. Want het zat dus, ik laat het nog even zo, het zat dus in dit gebied. 70% van de infarcten vindt plaats in dat middelste bloedvat. Dus 70% van de mensen met een infarct hebben een verhoogde kans op een verlamming van hand en arm. Terwijl het been, zeg maar, dat staat dus aan de binnenkant, relatief gespaard is. Nog steeds oké? Okay? Ja? Bent u nog bij me, dames en heren? Ja. En hier ziet u, en het is natuurlijk echt indrukwekkend, hè? Wat het gevolg is van zo'n infarct. Hè, uw neus zit nu aan deze kant. En u ziet hier precies in dat middelste bloedvatgebied, daar waar ook die hand en die arm zit, ziet u wel dat deze persoon heel erg getroffen is. We hebben bij ons vandaag Ans Gravendaal. En ik mag Ans zeggen omdat ik Ans heel goed ken. En Ans die heeft zo'n infarct gehad. Ik ga zo meteen naar haar toe.
Ze is daar. En Ans die heeft dat infarct gehad op basis van een ongeval eigenlijk. Zij was aan het schaatsen. Ik zal u zo meteen de foto laten zien. Dat mogen we natuurlijk van Ans laten zien aan u. Zij was aan het schaatsen op jonge leeftijd, want ze is nog steeds jong. En zij kwam te vallen op de schaatsbaan. En door die val ontstond er een klein scheurtje in haar halsslagader hier. En zeg maar, in de tijd bleek dat uit dat scheurtje vandaan uiteindelijk een bloedprop kwam. En die bloedprop die ging naar haar hersenen toe en die veroorzaakte een groot infarct. Precies in dat gebied, in dat middelste bloedvat. Als u hier kijkt naar deze foto, dan ziet u dat hier bijvoorbeeld, hè, dan, ik zal dit brein er even bij, want ik heb net mijn handschoen nu uit. Maar als u dit zo naast elkaar kunt houden, dan ziet u hier een enorm groot letsel ontstaan. Hier diep eigenlijk in die slaapkwap, ook een beetje naar die voorkant toe. Eigenlijk precies in dat gebied, als ik het zo mag zeggen, wat u hier ziet. Kunt u zich een beetje voorstellen, dames en heren? Als ik het zo naast elkaar hou, ja, is dat helder? Dus als u dit zo ziet, dan verwacht je ook dat je denkt, wauw, dat moet iets met die hand en die arm gebeurd zijn. En dat is ook zo. En nou, Ans, ik loop naar je toe. Fantastisch dat je er bent. Dat je met ons jouw verhaal wilt delen. Kan je ons laten zien, Ans, wat kun je nu bewegen met je arm en met je hand? Nou, eigenlijk niet zoveel. Dit is wat ik kan. Ja. Ik kan geen kopje meer oppakken. Die is eigenlijk, ben ik helemaal uitgeschakeld met mijn linkerhand. Ja. Je zegt eigenlijk hè, dat door die schade die over zat in je rechter hersenhelft, ja. Want de motorische banen die lopen gekruist, zoals u misschien weet. Je zegt eigenlijk, het is eigenlijk niet functioneel meer in je hand, in je arm. Nee. En hoeveel jaar zijn we nu na ongeveer? Ik heb het in 2007 heb ik het opgelopen. Ja. Maar ik ben wel elke dag aan het oefenen en aan het kijken. Want ik ben al 8 jaar aan het proberen om er zoveel mogelijk uit te halen. Ja. En mijn kracht is heel erg om vooruit te kijken en niet achteruit te kijken. Ja. Ik heb ook nu na 8 jaar kan ik zeggen, ik heb mijn leven redelijk op orde. Maar dat is in ieder geval vandaag op morgen gegaan. Want ik heb er echt heel hard voor moeten werken. Met ondersteuning van heel veel mensen in het revalidatiecentrum. Maar ook mijn gezin die hier naast mij en om mij heen zit. Ja. En ik ben nog steeds bezig. Ja, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. En dat is ook fantastisch om te zien hoe je ervoor knokt. En hoe jullie met elkaar op weg zijn steeds. Ik wou je nog heel één ding vragen als dat mag. Want we hebben laten zien dat in het brein die voet en het been, dat zit een klein beetje in de binnenkant. Niet zo in dat verzorgingsgebied van die middelste bloedvat. Het is best veel gevraagd hoor, dat weet ik. Maar zou je een klein stukje willen lopen voor ons zo? Een heel klein stukje om de mensen te laten zien dat het lopen wel is aangedaan, maar dat het toch nog mogelijk is. Ja. En Erik loopt altijd met me mee. Ja, omdat ik een angstige man ben. Want eigenlijk mag ik niet zo lopen, want ik ben valgevaarlijk. Maar na 8 jaar denk ik, jongens, mijn leven gaat ook door en anders val ik maar een keer. Is het duidelijk? Ja, ja, het is zo. Dan gaf ik laatst college en toen vroegen mensen aan mij, goh, Ans, kan je ook traplopen? Als we allemaal studenten van geneeskunde. En toen zei ik, ja, dat kan ik wel. En toen ben ik de trap opgegaan naar boven. En toen was ik boven. Er zaten 300 allemaal geneeskundestudenten in de zaal. En toen was ik boven en zei ik, is er een dokter in de zaal? Nou. Maar ik moet je wel zeggen, Ans, als je trap loopt, dan ben ik echt geen centimeter van je verwijderd. Zo werkt het wel. Nee, nee. Heel, heel erg bedankt, Ans. Het is natuurlijk zo, dames en heren, dat we hebben net gezien dat handgebied. We hebben gezien bij Ans dat hij eigenlijk ongelooflijk getroffen is. En ik denk dat we met elkaar beleven en ook inzien wat dat betekent voor je dagelijkse leven. We hebben ook gezien in het brein dat al die hersengebieden, dat het er zoveel verschillende zijn voor één handfunctie. Maar we weten inmiddels hoe mooi het is en complex het is. Maar die hersengebieden kunnen alleen maar met elkaar praten door de verbindingen die ertussen zitten. Door de witte stof, hebben we het even over gehad, hè, die verbindingen. En we hebben daar een plaatje van. En dat is een beetje abstract, maar ik ga het u uitleggen. Kijk, dit is een klein stukje hersenweefsel. Dit is de buitenste rand, dit is de schors. Dus dit is eigenlijk grijze stof. En dit is witte stof, wat u hier ziet. Dit zijn weer de banen die als een signaaltje hier vandaan daarheen wil, gaat het uiteindelijk via die witte stof. Ziet u die kleine gaatjes in die witte stof zitten? Ja. Deze gaatjes die u hier ziet, deze gaatjes, zijn lacunes.
Het zijn lacunaire infarcten. En dit is het gevolg, kan het gevolg zijn van 10, 15 jaar onbehandelde hoge bloeddruk. Nou, de stemming is er één keer uit. Merkt u, dames en heren? Ja, iedereen denkt, nou, dankjewel. Zeg, leuk voor deze avond dat je even dit... huppakee, hè? Ik weet niet hoe u thuis ervaart, maar waarschijnlijk hetzelfde als hier. En als u dan aan mij zou vragen, maar goed, wat kan je er dan aan doen? Hoe zou je de risico's... Hè, vermijden, nee. Maar hoe kan je de risico's verlagen op aandoeningen, zeg maar, die de witte stof treffen? Die inhibitiesystemen treffen? Ze zijn zeer afhankelijk van de goede bloedvoorziening. Dus hoe kunt u de risico's op hart- en vaatziekten, suikerziekte type 2, hoge bloeddruk, hoe kunt u die verlagen? Nou, wat denkt u dat, als u mij aankijkt, wat denkt u dat het antwoord wordt? Ja, wat kan ruimer, hè, mensen? Wat kan ruimer, hè? Bewegen, ja. Ja, ik mocht het even inbrengen, dus dat is fantastisch voor vandaag. Bewegen zou heel goed kunnen zijn. Niet alleen, maar wel onder andere. En wat ziet u in de jeugd bijvoorbeeld, onze jeugd, onze kinderen, klein of wat ouder, hangen ze nog in de bomen buiten? Spelen ze nog veel buiten? Of zitten ze toch inmiddels op hun iPads, iPods? U moet even reageren, wat denkt u? Het is toch wel heel erg afgenomen door al die moderne technieken, zeg maar, ik ben ervoor. Maar niet als je kijkt naar de fysieke en lichamelijke inspanningen die wij nog leveren. Mag ik een andere vraag stellen, wellicht pijnlijk, ook graag aan de mensen thuis. Wie van u... Ja, we zijn toch onder elkaar. Wie van u laat de boodschappen, terwijl u het wel kunt... Wie van u laat de boodschappen thuis bezorgen? Oh, dat gelooft toch niemand? Nee, dat gelooft echt niemand. Nee, geef niet. Ik wist dat het zaal vol jokkenbrokken zou worden als ik zou vragen. Maar het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat je niet aan jezelf denkt... waarom haalt u die boodschappen niet zelf? Lekker met die tassen. Wat denkt u van uw hartactie? Hup, die trap op en af. Ideaal. Denk nog even aan dat plaatje. Hang hem boven uw bed. En u zult bij uzelf denken, ja, nee, daar had die oude man dat er volkomen gelijk in. Tuurlijk moet u dat doen. Als u denkt aan die sociale media, even terug, een kleine ontboezeming mag ik doen. Mijn jongste zoon woont bijvoorbeeld nog thuis, hè? Mijn woont nog thuis. En als het nou vanavond, als ik er straks thuis kom en het regent, hè, dan weet ik al hoe het is. Hè? Ik kom thuis, hij hangt op de bank. Hey, pa, ik zeg, hey, jongen. Hij zit te whatsappen. En je ziet ook zo'n schors, hè? Is totaal uitgeschakeld. Hij doet... gaat allemaal zo'n beetje op dit niveau of lager. En... Ga je nog weg, jongen? Ga je nog weg? Regent. Ga je nog weg? Naar je vrienden, vriendinnen? Nee, pa, ik heb al mijn vriendinnen op mijn schoot. Ja, via dat ding dus, begrijpt u wel, hè? Maar als ik vroeger naar buiten wilde, naar mijn vrienden, vriendinnen, 's avonds, dan moest ik op de fiets. En anders zag ik ze niet. Dus het is een heel ander soort leven geworden. En wat krijg ik ervoor terug? Wat krijgt u ervoor terug? Als u zegt, oké, ik begin dan weer wel met een active lifestyle, met een actieve levensstijl, wat krijg ik ervoor terug? Oh, u krijgt er zo onder andere neurotrofines krijgt u ervoor terug. Neurotrofines. Niemand enthousiast. Heel leuk. Nou, ik in ieder geval wel. Ik wel. Want een neurotrofine, in het woord neurotrofine, zit troven. En troven betekent voeding. En die neurotrofine die is dus superbelangrijk voor de voeding van uw neurotransmitter. En een neurotransmitter heeft u er heel veel van. Eén daarvan is adrenaline, noradrenaline, serotonine. Die moet gevoed worden. En als u zich gaat verrijken, bijvoorbeeld door te bewegen, krijgt u een activiteit in die neurotrofines. Oké, prachtig. Wat krijgt u nog meer voor terug? Oh, kijk eens hier. Dit is een nieuw neuron. Dit is een nieuwe zenuwcel. Moet dus kijken naar die contactpunten hier in uw brein. Dat krijgt u er gewoon voor terug. Nou, ik zal u zeggen, er zijn kruideniers in Nederland, grote, die hebben minder in de aanbieding dan ik nu vandaag, hè? Dat u dat even realiseert. Goed. Als we hebben over bewegen, dan heb je het eigenlijk over bewegen in de ruimte. Laten we dat heerlijk zijn. Dat kan niet anders. Als u beweegt, dan beweegt u in de ruimte. En die hele ruimtelijke informatieverwerking, niet alleen met bewegen, maar gewoon, waar zit dat dan in dat brein? En dat is onze reis die we maken. Want als we dan kijken, kan het ook hierop aanwijzen, dan ziet u dit is de voorkant van het brein. We hebben het over frontaal in het eerste college gehad. Vanavond gaan we dus vooral heel goed kijken naar die parietale lob. En die zit op deze hoogte. Op deze hoogte zit hij. En die lob die speelt een geweldige rol. Hier, prachtig. Ja, veel mooier nog dan dit gebeuren. Kijk, dit is die parietale lob. Waanzinnig belangrijk voor onze ruimtelijke informatieverwerking. Het lijkt me leuk om even met u te proberen. Zullen we uw ruimtelijke informatieverwerking een beetje toetsen? Ja. Krijgt er spijt van.
Als u nou eens recht voor u kijkt. Recht voor u kijkt. En dan gewoon, zeg maar, gewoon, niet links en rechts, maar kijk nou eens recht voor. Wat, als u nou recht voor u kijkt, ziet u dan ook iets links en rechts van u? Ja, ongelooflijk toch? Nee, verbaas u even. U kijkt recht vooruit en toch ziet u mensen links en rechts van u zitten. Mensen thuis, als u dat doet, u zit misschien met anderen of u alleen, maar u ziet ook links en rechts van u, ziet u spullen om u heen. U neemt dus in de ruimte totaal waar. Doet u nou uw ogen dicht. Iedereen doet zijn ogen dicht. Thuis ook graag ogen dicht. Denkt u nou eens in waar bij u thuis de schilderijen hangen, terwijl u uw ogen dicht houdt. U weet het. U weet ook hoe de keuken er momenteel voor staat. Is wel of niet opgeruimd bedoel ik. U weet precies waar uw spullen liggen. Doet u maar weer open, hè, uw ogen even. Maar ik hoop ook dat u denkt, hoe kan het dat ik gewoon mijn ogen dicht doe, dat wij hier bij elkaar zijn en met de mensen thuis. En dat u gewoon bij uzelf denkt, ja, ik weet precies waar alles staat. Denkt dus in wat het betekent voor mensen die dat misschien niet meer zo goed kunnen. Gaan we nog eens kijken. En je hebt natuurlijk altijd baas boven baas, hè? Er zijn ook mensen die hun ogen dicht doen en die gewoon een bal erin koppen. Can Ronaldo still hit the back of the net if all the lights are turned off and he's in complete darkness? Dark! Light! Aye, that's one straight in the bag. The night vision replay shows how Ronaldo performs. Ja, waanzinnig, hè? Waanzinnig. En we hebben in ons midden ook een heel groot talent op het gebied van ruimtelijke informatiebewerking. En dat is Matthijs. Dat weet u misschien niet, maar dat is wel zo. Matthijs, ja, mag ik je uitnodigen? Ja, ja. Hartelijk welkom. Matthijs, ik wil jou heel graag een paar onvolledige figuren laten zien. Dat zijn figuren waar iets aan mankeert. Ja. Maar ik vraag dan aan jou of jij in één oogopslag ziet wat het voorstelt. In het begin is het makkelijk, het wordt wel wat lastiger. Maar ik schat jou superhoog in. Kan ik afgaan? Vind je de opdracht helder? Ja. En u kunt natuurlijk thuis en hier van harte, vind ik juist leuk, kijk mee. Kijk of u het ziet wat het uiteindelijk voorstelt. Het heeft dus doet een beroep op uw ruimtelijke inzicht. Nou, laten we de eerste opstarten. Vogel. Vogel. Volgende. Goed. Ja, top. Haas. Haas. Toch knap, hè? Dat u niet denkt, ah, dat kan iedereen. Ja, u kunt het ook. Omdat u gewoon een ruimtelijke capaciteit heeft. Ik hoop dat wat wordt dit? Bootje. Bootje, top. Vis. Vis. Bloemen. Bloemen. Varken. Varken. Hij is er echt wel goed in, hè? Toch, hè? Ik bedoel, hè? Ga er maar aan staan. En dit is lastig. Kok. Kachel. Kok voor Nuis. Kok voor Nuis. Had u het allemaal gezien, dames en heren? We hebben een afvaller. Ja, we hebben afvaller. Giraf. Giraf, goed. Tikmachine. Tikmachine. Had u het allemaal gezien, tikmachine? Ja. Wauw, wat een goed publiek ook. Thuis ook allemaal gezien? Top. En nu? Kerkinterieur? Doopvond. Kerkinterieur? Dat is interessant, hoor, als mensen hier een kerkinterieur in zien. Rustig. Ja, te makkelijk, ja, sorry. Is te makkelijk. Nee. Is het fout? Nou, ik vind het heel goed geprobeerd ook, maar het is het niet. Weet iemand wat het... Kan iemand Matthijs helpen? Koffiezetapparaat. Dat is nog ernstiger. Wordt twee weken opname. Broodrooster. Broodrooster. Drie weken opname. Ga door. Wil iemand nog of is iedereen afgehaakt nu? Die denkt... En dat is hem. Ja. Het is een achtertas. Ja. Kijk, dit is het handvat. Dit zijn de knopjes. Dit is zo'n ouderwetse achtertas waarin die leerdingen. Ja. Ai. Ben ik geslaagd? Ja, fantastisch. Goed. Ja, top. En ik hou het niet voor mogelijk, maar we hebben met heel veel moeite iemand kunnen vinden die nog beter was dan Matthijs. En dat was Stephen Wiltshire, een autistische jongen die in een helikopter langs de skyline van New York gaat. En dan daarna gewoon die hele skyline uit zijn hoofd ruimtelijk inzicht, waanzinnig, kan natekenen. Laten we even kijken hoe hij dat doet.
I'm gonna do a drawing of New York City from the memory. I feel excited. Gonna start now. He has a phenomenal memory and is able to memorize cityscapes, landscapes, how many windows, floors, chimneys. This is it. It's done now. So I feel happy and good. Ja, prachtig, 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 mooi. Maar het kan natuurlijk ook niet in die top gaan. Dat kan ook juist heel moeilijk zijn voor mensen. En dan kijkt u altijd een beetje in mijn hart als we het ook hebben over mensen bijvoorbeeld die lijden aan een dementie. Bij mensen met de ziekte van Alzheimer. We hebben het over de parietale lob, hè, die zo belangrijk is voor de ruimtelijke vermogens. En bij de ziekte van Alzheimer gaat zowel links als rechts gaat die parietale lob achteruit. En er is een hele mooie serie gemaakt van William Uttermolen. Een schilder die zelfportretten maakt. En hij heeft een zelfportret gemaakt voor de ziekte. En daarna, in het verloop van die ziekte. En u ziet dan aan de hand van die zelfportretten hoe dat ruimtelijke vermogen van hem echt ernstig aangedaan raakt door die ziekte. Laten we even kijken. Dit is een portret dus van voordat hij ziek werd. Echt een heel mooi portret. En dan ziet u in de verloop van dat ziektebeeld dat het anders wordt. Kijk, als ik even hierbij ga staan, dan ziet u dat met name hier die ruimtelijke verhoudingen die gaan gewoon verloren. Die gaan er van lieverleen, wordt het steeds moeilijker voor hem om die te houden. De volgende. Kijk, ziet u hier, zie je eigenlijk het verloop. Het wordt steeds ernstiger in dat beeld en het is dus terug te vinden in die ruimtelijke, zeg maar achteruitgang, in die ruimtelijke vermogens. En dan hebben we er nog één, dit is bij één naar de laatste. Goed. We hebben gesproken over ruimtelijke vermogens. We praten over de parietale lob. Een reis door het brein. We hebben gekeken naar de incomplete figuren. U kunt het zomaar aanvullen zonder enig probleem. U ziet ook trouwens wat er aan mankeert. Hè? Dus u ziet wat er aan mankeert en u vult het in. Maar stelt u zich nou eens een situatie voor dat iemand het niet kan waarnemen, een deel, maar er zich niet bewust van is. Dat is echt een beetje lastig, hè? Dus iemand neemt een deel van zijn omgeving niet waar, van de ruimte, maar is zich er ook daar niet bewust van dat hij het niet waarneemt. En dan praten we over een stoornis, en die stoornis heet neglect. Een verwaarlozing, daar heeft theorie over. Ik ga een beetje met mijn rug naar u toe staan. Even, excuus, maar dat is makkelijker. De stoornis doet zich dan vooral voor in de rechterhersenhelft. En die rechterhersenhelft is een beetje dominant als je praat over ruimtelijke informatieverwerking. Maar met name toch wel links. En wat je ziet bij mensen met een neglect, bijvoorbeeld na een infarct in dat gebied, is dat de linkerruimte, dus alle informatie die zich daar afspeelt, die wordt niet meer bewust waargenomen. De patiënt, dat is een belangrijk punt, de patiënt kan nog wel zien. Hij ziet gewoon perfect. Alleen, ondanks het goede zien, ondanks de visus, komt dat gedeelte vanuit die linkerruimte niet meer in zijn bewustzijn. Ook niet heeft hij het concept ervan weer in zijn hoofd. Dus u begrijpt, als dat niet meer meedoet, dan gaat die middenlijn, die verplaatst zich naar rechts toe. Daar wordt de nieuwe wereld, daar speelt de wereld zich af en niet meer daar. En dat is, lijkt nu heel wijd en heel ruim, maar het zou ook kunnen zijn dat het zich afspeelt vlak voor iemand, dat er bijvoorbeeld een vel papier ligt, waarin de linkerhelft niet meer in zijn bewustzijn komt, alleen de rechterhelft. We hebben een voorbeeld van. De test die we daarvoor zouden kunnen afnemen. En dat is deze test, de trailmaking A. Die is om allerlei redenen kan je die afnemen. Maar je vraagt dan aan de patiënt, zou u met een pen het getal 1 kunnen verbinden met 2, 3, 4, 5? Maar dan wordt het moeilijk, want deze kant hier, die kan de patiënt op zich wel zien, maar die komt niet meer in zijn bewustzijn. Dus dan verwacht je dat het hier zou kunnen, zeg maar, een probleem zou kunnen ontstaan, omdat het hier niet meer in zijn bewustzijn komt. Nou, we hebben meneer Brady mogen filmen. En daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Hij is ook hier. En we hebben hem dit gevraagd. We hebben hem ook gevraagd of hij een klok wil tekenen. Ik ga nog even mijn rug naar u toe staan. Maar als je dan vraagt, wilt u een klok tekenen? Dan speelt dus ook in het concept, in het gedachte van meneer Brady, speelt dus de klok zich met name aan de rechterkant af. Dus ik verwacht in die klok dat er zich heel veel, dat hier heel veel wordt getekend en niet aan de linkerkant. Want die kant, zeg maar, is niet in zijn bewustzijn. En in de derde situatie, in het filmpje wat we hebben mogen maken, vragen we aan meneer Brady of hij gewoon wil eten.
En dan zult u zien dat hij zich vooral richt op de rechterzijde van zijn bord en niet op de linkerzijde van zijn bord. Zou u voor mij uw pen op de 1 willen zetten en dan proberen zo te verbinden met een lijntje zo naar 2 en dan naar 3 enzovoort? En ik zie die 6 niet meer, of niet? Oké, meneer Brady. Dank u zeer. Zou u eens een klok kunnen tekenen? Een grote klok. Heel erg bedankt. U hebt het echt heel goed gedaan. Dankjewel. Dat ziet er lekker uit. Mooi. Heeft het een goed gesmaakt, meneer Brady? Jazeker. Ja. Meneer Brady, heel erg bedankt dat we bij u mochten filmen. Fantastisch. Nog heel even terugkomend op dat niet lekt. Het kan ook in het dagelijkse, dat wat u hier ziet, is natuurlijk een enorme impact op je dagelijks leven. En er zijn nog situaties die mij ook daarbij nog eens aanspreken. En die komen best nog wel eens voor. Stelt u zich eens voor dat een mevrouw of meneer met de niet lekt in een eetzaal zit. De hele dag in dezelfde ruimte zit. En dan moet ik hier op het scherm, kan ik het bijvoorbeeld aanwijzen. Stel dat dit de eetzaal is en die mevrouw of die meneer zit aan deze kant. Kunt u het zien? Hij zit aan deze kant. Kunt u dan zich voorstellen wat die patiënt meemaakt door de dag heen? U moet even reageren. Wat maakt hij mee? Veel of weinig? Ja, precies. Heel weinig. Terwijl als je de patiënt met het neglect aan deze kant neerzet, dan is die hele dag aanwezig. Zo moet u die impact inschatten. Dus het is nogal wat als je daarmee te maken hebt. Ik maak een koppeling nog even naar Ans. Ans had een infarct. Ernstig, een groot infarct. En u heeft gezien bij Ans dat ze ernstig verlamd is aan hand en arm. Stel u voor dat u herstelt, dat iemand herstelt van zo'n verlamming. U moet nog even in de gaten houden weer, even aan denken aan het gebied wat zeg maar onder die middelste arterie valt. Hè. Dat was dus een gebied wat heel groot is, een groot gedeelte van dat brein. Ik kan hier nog even op aanwijzen, dat hele rode gebied. Daar zit dus ook die parietale lob bij. En daar zitten dus ook die motorische gebieden bij die bij ons erg zijn aangedaan. Maar ook die parietale lob. Dus moet je zich voorstellen dat je een infarct hebt. Dat je herstelt van die verlamming. Stel dat dat lukt. En dat er dan toch nog een apraxie overblijft. En een apraxie betekent dat iemand dan niet meer die verlamming heeft. Maar toch handelingen niet kan uitvoeren. Omdat iemand niet meer weet hoe die handelingen in de goede volgorde moeten worden uitgevoerd. En dat is natuurlijk essentieel. Alle handelingen die wij doen door de dag heen, doen wij in een bepaalde volgorde. Want anders dan gebeuren ze niet en dan heeft u eigenlijk ook niks. Ik moet even op u laten indringen. Hè? Dat u dat realiseert, dat er zoveel mogelijk is. Terwijl je dan denkt, ja, nou ja, dan ben je dan toch hersteld van het een. En dan zou het ander even goed nog aanwezig kunnen zijn. Laten we even een klein testje doen, hoe simpel het ook lijkt, zeg maar. Maar ik hoop dat u dan bij uzelf ook zult denken, wauw. Dat is toch wel zo eenvoudig. Dat kan ik gewoon. Doet u mij na? Heeft u zin in een klein testje? Ja. Mensen thuis, doet u weer mee? Ja? Oké, perfect. Dit is het. Ik doe het even voor. 3 handelingen en daarna doet u ze na. Oké? Daar komen ze. Nu. Voor de enkeling nog 1 keer opnieuw. Schitterend, hè? Makkelijk of niet makkelijk? Ja, makkelijk. U doet het gewoon in de goede volgorde. U doet allemaal na. Maar stel voor dat dat dus niet meer lukt. Wat dat dan betekent. Hier hebben we een test die kan worden gedaan. Om die volgorde te bepalen. Dit is de Kimura-box. En die Kimura-box is heel bekend, heel beroemd ook. En de bedoeling is het volgende. Dat u met uw wijsvinger op die rode knop drukt. Vervolgens met uw hele hand aan de hendel trekt. En met uw duim op de onderste op dat plaatje hier met uw duim naar beneden drukt. Dus wijsvinger, hele hand, duim naar beneden. Wijsvinger, hele hand, duim naar beneden. Wijsvinger, hele hand, duim naar beneden. Dat is de volgorde. En wil u laten zien bij meneer Harris,
Super dankbaar ook natuurlijk dat we daar bij hem mochten filmen, dat begrijpt u. En we hebben aan meneer Hers gevraagd, ook met een infarct heeft hij gehad. Hij is verlamd geweest, dus dat u dat even goed aan elkaar blijft koppelen. Hij is hersteld. Let u vooral op als u het filmpje ziet en u kijkt naar zijn hand, dan denkt u, wauw, ik zie eigenlijk helemaal geen verlamming meer. Nee, maar de vraag is, kan hij de volgorde, kan hij die handelingen nog indenken wat het is om 1, 2 en 3 te doen? Laten we daar eerst naar kijken. Ja. De bedoeling is dat u met uw wijsvinger hier opdrukt en dan met uw hele hand aan de hendel trekt en met uw duim op dat onderste. Met uw wijsvinger? Zit deze toch? Ja, met uw wijsvinger van uw rechterhand. Die doet zo, ja, zo. Probeer met uw wijsvinger. Nee, wijsvinger. Zo. Nee. Ja, prima. Ja. Prima. En uw duim. Nee, mijn duim is hier. Perfect. Had u goed beeld, hè? Zo moeilijk is dat. En toen hebben we gevraagd van, zou u nog een keer een maaltijd voor ons willen klaarmaken? Een maaltijd die meneer Hers zijn hele leven heeft klaargemaakt. Dus het was niet iets nieuws, een nieuw recept. Nee, het was een recept die hij heel goed kende, zeg maar. En onder begeleiding van de ergotherapeut van Ria heeft hij dat gedaan. En dan moet u nog een keer kijken wat het betekent als je een probleem hebt in de volgorde van handelingen, wat invaliderend het eigenlijk is, om dan te kijken of je nog een maaltijd kunt klaarmaken. In de laag. Dit is het kastje. De laag. Oh, oké. De laag. Kijk wat ik wil doen. Prima. Snijden op een plan. Let op je zoutvlees. Ik hoop, dames en heren, dat u met me meevoelt. Dat u met me meevoelt dat iemand herstelt en dat hij eigenlijk niet terug kan naar huis. Want je kunt niet voor jezelf zorgen. En er is dan nog een hele weg te winnen. En voordat je dan naar huis kan, zal dit toch echt opgelost moeten worden. We zijn heel dankbaar, uiteraard, dat meneer Hers ons de kans gaf om het te filmen bij hem. Maar ik wil het college afsluiten. Maar niet voordat ik met u nog een keer gedeeld heb daar waar we mee begonnen zijn. Namelijk, hoe kostbaar is niet een handfunctie? Hoe briljant is het niet gewoon om uw handen te kunnen gebruiken, om de goede volgorde te doen in die handelingen? Dat u hier niet meer de zaal uit gaat. Toen u de zaal inkwam, heeft u toen gedacht, wauw, ik heb mijn handen niet doen. Wie heeft er gedacht? Als u nou de zaal uitgaat, denkt u dan niet, wat een wonder dat het kan. Als ik naar Matthijs toe loop om hem nu de hand te geven, dan hoop ik dat u in uw hart voelt. Wauw, het is toch geweldig dat wij dat gewoon maar kunnen doen. Professor Schreuder. Fantastisch. Nou, fijn. Ontroerend. Ja. Magistraal. Nou ja, ontroerend ook zeker, ja. Ans bedanken, meneer Brady bedanken. Waar gaan we het volgende week over hebben? Volgende week gaan we de reis voortzetten. Mm-hmm. We gaan naar de visuele schors. We gaan zien. En als je ziet dat je dan toch mensen ziet die niet kunnen herkennen. We trekken het in de relatie met geheugenprocessen. Mm-hmm. Oh, jajaj, het wordt echt ontzettend spannend. Nog een week, nog een week, nog een week. Nog één keer, jongens. Professor Schreuder!